Zojuist stonden we 2 minuten stil bij hen die vielen, in welk oorlogsgeweld dat dan ook. Wat doet dat met jou, Nouri? 2 minuten stilte heb ik eerlijk gezegd nooit gekend tot ik hier in Nederland was. Dat is in 1978. Toen was ik een kleine jongen en de eerste keer dat ik dat zag, zag ik mensen buiten staan. Toen had ik zoiets van, wat gebeurt hier? Maar later, ik was klein. Heb je dat wel beseft als kleine jongen? Nee, want ik was klein. Ik wist niet wat er was. Ik hield me ook niet bezig met oorlogen of wat dan ook. Maar later, toen ik wat ouder was, en op school ook, hadden we natuurlijk het verhaal van Anne Frank. En ook dus van de juf in die tijd geleerd, die 2 minuten stilte. Jij bent van Marokkaanse afkomst? Van Marokkaanse afkomst, ja. Nouri Hamamoui. Ja. Ik ken jou van de middelbare schooltijd, de Rijksscholengemeenschap. Die tijd ligt inmiddels een heel eind achter ons. Ja. Wat ben jij gaan doen? Ik ben na mijn HAVO, want ik ken jou ook, Rini, van RSG toen. Hè? Ja, leuke tijd gehad. Een hele leuke tijd. Ben ik naar Den Helder gegaan. Dat was de HTS voor petroleum en gastechnologie. Maar dat was geen succes. Waarom niet? Ik moest op een gegeven moment voor het tweede jaar 10.000 gulden betalen in die tijd om stage te kunnen lopen in Engeland. Dat was op een booreiland. Ja, dat is nu nog veel geld, maar toen helemaal. Ja, dat was. Mijn vader is natuurlijk, die zat toen die had een uitkering en die had het niet zo breed. Die had zoiets van, ja jongen, ik kan veel voor je doen, maar dit is een groot bedrag. Ik heb nog gekeken of ik nog ergens wat geld kon lenen van de informatiebeheergroep. Mm-hmm. Maar dat lukte niet. Dus ben ik een tijd even uit de relatie geweest en heb ik een andere opleiding gaan volgen. En heb ik de SPH gedaan, sociaal pedagogische hulpverlening. Oké, dus de sociale kant op? De sociale kant. Want en uiteindelijk daar ook je werk in gevonden? Ja, ik was naast natuurlijk mijn opleiding was ik hier in Tiel heel erg actief sinds dat ik jong ben. Ik heb heel veel in het vrijwilligerswerk gedaan, heel veel op het gebied van jongeren. Het PMJT is opgericht, dus toen ook met een aantal jongens uit Tiel. We hadden daarnaast een ander groepje, wat zich meer bezighield met de roots van de cultuur van de Marokkanen. Met name de Berbercultuur, de Imaziren zoals dat heet. Later ben ik ook bestuurlijk actief geweest bij een partij. Een politieke partij? Een politieke partij. Mm-hmm. Dat heb je allemaal achter hier gelaten? Later raadslid. Nu ben ik, ik heb daarna ambulant jongerenwerk gedaan. Wijkconsulent ben ik geweest. Toen 6 maanden uit de roulatie vanwege die bezuinigingen. Want het hele welzijn in Nederland is heel erg op bezuinigd. Mm-hmm. En ik werk nu in een instelling met jeugd. Naar voldoening? Naar voldoening, ja. Ja, het is wel een eindje uit de buurt. Maar, waar doe je dat? In Tilburg. Oké, maar wel een mooie stad ook om daar te werken. Een hele mooie stad om te werken. Op 4 mei staan wij stil bij die Tweede Wereldoorlog. Jij doet dat inmiddels ook. De Marokkaanse achtergrond. Wat had Marokko met die Tweede Wereldoorlog? Ja, dat is een goede vraag. Heel veel. Want in 1939, als ik me niet vergis, is Hitler natuurlijk Frankrijk binnengevallen. Een flinke slag bij een plaats is mij even ontschoten. Op dat moment hoorde Sultan Mohammed V, die hoorde dat gaande was en die heeft acuut 70.000 militairen de kant van Frankrijk opgestuurd. Wat was de link tussen Marokko en Frankrijk? De link is dat Marokko natuurlijk gekoloniseerd is door Frankrijk. Marokko is gekoloniseerd door 2 landen in het noorden, met name Spanje. Dan praat je over Rif, het noorden van Marokko. En dan het centraal en zuiden, dat was toch wel Frankrijk. Dus die man die stuurde 70.000 soldaten naar Frankrijk toe? Naar Frankrijk toe. Zijn broeders? Zijn broeders in die zin aan de kant van de geallieerden om te strijden tegen het kwaad op dat moment, om het zo maar te zeggen, tegen Hitler. Dat was een alliantie hand in hand om Hitler te bestrijden. Dat was ook in België.
in België met name. En later... Zijn ze ook in Nederland actief geweest? In Nederland zitten wel graven van begraafplaatsen van Marokkaanse soldaten. Dat zit in Capelle, stadje, gemeente Capelle in Zeeland. Ja. Dat zijn een tiental begraafplaatsen. Er is onduidelijk, zeg maar, of dat die nou daar aangespoeld zijn en daar begraven zijn, of dat die daar echt in een linie, want dat is ook een verhaal wat ik dan begrijp, is dat daar een linie was die leeg was. Okay. Want er moesten soldaten zijn die daar ook een front moesten vormen tegen de Duitsers. Ja. En toen zijn daar met name ook Marokkanen ingezet. En Tunesiërs, Senegalezen, veel Noord-Afrikanen met name. Toen dus met z'n allen één front. Als we nu kijken, de tijdsgeest van 2016, dan lijkt het er heel anders uit te zien. Hoe zie jij dat? Ja, toen, als je zegt van de geallieerden die samen met de Marokkanen, de Arabieren zeg maar in die tijd, mm-hmm. hebben gestreden tegen één gemeenschappelijke vijand, zeg maar. De situatie nu is dat ik wel zie dat zeg maar de afstand of de kloof tussen de bevolkingen, ik zal maar in die termen gaan praten, groter is geworden door de huidige situatie nu, het politieke klimaat in de wereld. Kun jij meteen de vinger erop leggen hoe dat nou is gekomen? Want op zich is het heel raar natuurlijk. Ja, er zijn een heleboel dingen gebeurd in Nederland, Rini. En niet alleen in Nederland, maar in de wereld. Kijk, ik denk dat de sleutel, om het zo maar te zeggen, ja. tot dat wij zij idee, ja. dat toch wel 11 september is geweest. Dat is een keerpunt. Dat is een keerpunt. Ik weet nog heel goed dat ik zie een periode voor 11 september en een periode daarna. Ja, klopt. Maar voor 11 september, dat was eigenlijk stukje niemandsland. Hè? Er was nergens oorlog. Er was vrede, er was dialoog. Althans, zo leek het. Er was dialoog met name. Ja. Dat is wat ik nu mis. Hè? Er was gewoon in de wijken waar je ook kwam, in Tiel, in mm-hmm. Gouda, overal. Ik heb natuurlijk in heel veel steden werk gedaan, zeg maar. Mm-hmm. En dan was in ieder geval de dialoog tussen mensen. En mensen hadden begrip voor elkaar. Mensen konden elkaar begrijpen. En dan had je ook niet dat heel erg dat wij zijn. Als ik weer even terugdenk, die periode van mijn middelbare schooltijd, waren niet heel veel Marokkaanse mensen op die middelbare school. Mm-hmm. Maar ik heb dat nooit ervaren als een wij en een zij. Later in mijn werk... zijn met name toch wel, en dan heb ik het over, dat is dan de derde generatie Marokkaanse, met name jongens, mm-hmm. waren erg lastig. En dan niet zozeer die 17, 18, 19-jarigen, maar meer de 14, 15, 16-jarigen. Ja. Dat is ook alweer 15, 20 jaar terug, hè? Ja. Dat is op zich ook vreemd natuurlijk. Ja. Kun jij daarover vertellen? Waar dat vandaan komt? Ik kan natuurlijk... Is het afzetten tegen die maatschappij, tegen de eigen cultuur? Mm-hmm. Juist geen... cultuur hebben, geen identiteit. Mm-hmm. Vertel. Dat vind ik een goeie dat je dit zegt, want ik heb hier, ook met de politiek in Tiel, hebben wij een hele discussie gehad over wat moet nou, want wij hebben hier in Tiel natuurlijk ook problemen gehad met jongeren, met name jongens, die aan het ontsporen waren. Ik zat hier met wethouders, met raadsleden, was ik in gesprek, en we hadden hier twee organisaties. We hadden het PIMJT, zeg maar, die was voor de integratie van Marokkaanse jongeren. Daar praat ik over 1991. Toen is die discussie eigenlijk hier in Nederland begonnen. En je had daarnaast een andere organisatie die was met name gefocust op de roots van de identiteit. Van wie ben je? Ja. Ik was vaker in discussie met politiek en bestuur hier. Van jongens, we moeten een vertrek. Marokkaanse jongens hebben een identiteitscrisis. Of misschien, ja, dat is een zwaar woord, maar in die tijd moesten ze leven ze nog, de jongeren die ontspoord zijn, hè, mm-hmm. tussen twee culturen. En belangrijk is dat je dus een basis hebt. En die basis,
Dat is wat ik elke keer naar voren wilde brengen. Maar dat werd op de een of andere manier van... Nee, dat vinden wij niet zo belangrijk. Maar integratie, dat was allemaal nog voor de tijd van Fortuyn. Dat was nog voor de tijd van Fortuyn. Dus daar mocht ook nog niet zozeer, niet zozeer over gesproken worden? Nee, er werd toen totaal niet nog over gesproken. Nee. Eigenlijk, ik was in die tijd al best wel progressief. In de zin om te anticiperen op toekomst. Maar jij zag dat gebeuren? Ik zag dat gebeuren. Ja. En helaas is daar in die tijd weinig aandacht aan besteed... Ja, en totdat op een gegeven moment, want dat zie je in de landen, dat jongeren steeds meer ontsporen. En dan op een gegeven moment niet meer te redden zijn in die zin dat het eigenlijk te ver is voor maatschappelijk werk of jongerenwerk of wat dan ook. En dan eigenlijk veel meer door justitie en politie verder... Ja, en dan moeten dus de goede onder de kwade leiden, want die zijn er ook. Maar dat heb je ook met Nederlandse jongens, met Turkse jongens, met Molukse jongens. Ga zo maar door. En ook, en ook meisjes. Ja, ik kan daar eigenlijk heel kort op zijn, Rini. Ik vind namelijk ook dat wanneer je zeg maar te veel de focus legt op wat niet goed gaat, zeg maar. Hè? Ja, de zijnde wijs. Ja, dat op een gegeven moment ook je alleen maar door een bril gaat kijken van wanneer gaat iets fout. Ja. Wanneer je een bril opzet van de samenleving bestaat niet alleen maar uit fout, bestaat ook uit wat heel veel wat goed is. En ik heb ook altijd gezegd van discussie over media probeert natuurlijk ook heel veel, dat zie je landelijk. Nou, op het moment dat er iets gebeurt ergens in een stad en er is iets gebeurd, er is een jongen bij betrokken. Gaat er meteen een labeltje op, hè? Ja, en dan heb je gelijk dat stigma, Marokkaanse jongen, en dat komt bam op televisie. En je krijgt bij Pauw en weet ik veel allemaal wie allerlei discussies. En die wordt weer uitgenodigd en die wordt weer uitgenodigd. En dan krijgt het draagvlak. En in de huiskamers heeft men het erover. Waardoor op een gegeven moment dat wij zij alleen maar uit elkaar. En als je naar de kern toe gaat, dan gaat het om angst. En angst is altijd een hele rare en ook een vervelende raadgever. Het onbekende. Het onbekende, ja. Maar dat geldt volgens mij voor de Nederlander, voor zover het de Nederlander bestaat ook. Ja, er is niet voor niks het gezegde van onbekend maakt... Loopt u maar door, hoor. Ja, oké. Okay. Heel goed. Er is niet voor niks het gezegde in het Nederlands wat zegt, zeg maar, het onbekend maakt onbemind. Ja. Ik vind persoonlijk dat welke ontwikkeling ook in Nederland, welke ontwikkeling ook in de wereld, burgers onder elkaar, burgers in de wijken op buurtniveau, moeten in gesprek met elkaar blijven. En dat er lastposten zijn, ja natuurlijk, die zijn er bij elke bevolkingsgroep. Gaat iemand over de schreef, ja dan moet je dat aanpakken. Hè? En dan moet je daar ook niet mee wachten. Tegelijkertijd moet je ook kijken naar positieve ontwikkelingen. Die moeten met name ook gestimuleerd worden. Die moeten ook onder de media-aandacht komen. Mm-hmm. Zodat een burger, een willekeurig burger, een Willem of een Hans, die dus alleen maar televisie zit te kijken en ziet alleen maar Marokkaanse jongeren, die gaat relativeren op een gegeven moment. Van, oh, wacht even. We hebben niet alleen te maken met lastposten. Aan de andere kant zijn er ook goede jongens. En dat is wat ik mis. Ja. Ja, nou goed, daar kunnen wij als Regio TV wel onze steen aan gaan bijdragen. Nodig je bij deze dan ook uit om dat op regelmatige basis te gaan doen? Heb je daar interesse in? Absoluut, absoluut. En ik ben niet de enigste. Er zijn meer in mijn netwerk die natuurlijk willen bijdragen aan een stukje positieve beeldvorming over in dit geval Marokkaanse jongeren. Maar überhaupt positieve beeldvorming over het burgerschap. Want daar praten we over, hè? Ja. Het burgerschap, positieve bijdrage, daar wil ik altijd in leven. De Marokkaan, de Marokkaan bestaat de niet, de Duitser bestaat niet. Ja, zoals de Tielenaar. De Tielenaar, wie is de Tielenaar? Nou, geen idee, jij bent ook een Tielenaar. Ik ben ook een Tielenaar. Ja, ik ben er ook één. Ja, je ook, Rini. Ja, maar ik woon er niet meer op het ogenblik. Maar goed, in die zin, wij moeten één zijn. Ja. Ja, dat is wel belangrijk. Dat zeg maar een stukje... dat mensen elkaar gaan opzoeken en blijven ook opzoeken. Want ondanks wat er allemaal in de wereld gebeurt, is allemaal heel triest, moeten mensen toch blijven elkaar opzoeken. Dat is heel belangrijk. Dat vind ik een hele mooie tot besluit, dat één zijn. Natuurlijk kunnen wij nog urenlang doorpraten. En wat mij betreft gaan we dat ook doen, maar dan in een volgende aflevering. Tot slot, wil je nog iets kwijt? François Rousseau,
was een Franse filosoof in de tijd van de verlichting, 17e eeuw, 18e eeuw. Mm-hmm. Ik weet niet precies uit. Die heeft het gehad over l'unité, fraternité, égalité. Ja, wat houdt het dat in? Betekent, unité is eenheid, mm-hmm. fraternité is broederschap en égalité is gelijkheid. Elk mens op deze aardkloot moet dat voelen. In elk land moet die boodschap doorklinken en mensen moeten dat voelen. Dan krijg je die eenheid. Nou, dat vind ik een hele mooie. Dan heb ik er ook eentje. Allee jacta est. Dat betekent, dat is Latijn, de teerling is geworpen. De teerling, je weet het, dat is een dobbelsteen. Oftewel, dan is dit een beginpunt om daar ons steentje aan bij te gaan dragen. Hoe wil je die? Ik vind dat helemaal goed, Rini.